Ik ben Maartje Otte, 17 jaar, kanuslalomster en ik heb een droom. In 2020 wil ik van Nederland starten op de Olympische Spelen van Tokio. Het is nog een lange weg, maar ik weet wat ik wil. Mijn hele leven staat in het teken van kanoën. Mijn krachttraining in Nederland doe ik bij fysiotherapie Ruizenaars van den Broek. Onder leiding van sportfysiotherapeuten Bart en Danny. 3 keer in de week, 's ochtends van 8 tot 9:30. Ik zit in VWO 5 van het Sint Joris in Eindhoven. Ik doe alles zelfstandig. Ik heb dus geen lessen, alleen af en toe hulp van een studiecoach. Ik krijg hier alle tijd voor trainingen en wedstrijden. Sport staat op nummer 1, maar mijn VWO-diploma wil ik zeker halen. Waarbij ik het eindexamen in 2 jaar ga doen om meer tijd te hebben om te trainen. Ik vaar elke dag bij mijn club, HWC De Helmvaarders in Helmond. In de zomer veel techniek, in de winter vooral lange trainingssessies, waarbij we meestal 90 minuten varen. Steeds met een iets hogere hartslag, dus steeds net iets harder. Ik ga zo vaak ik kan naar Augsburg. Daar doe ik ook intensieve krachttraining en train ik op de Olympische baan met mijn Duitse trainer Jürgen Köhler. Is het mooiste dat er is. Moeilijke combinaties varen, focussen op het water, op je ideale lijn, totdat het goed gaat. Dat geeft echt een super gevoel. Van je eigen kracht en de kracht van het water om zo op volle snelheid door de porties te komen. Dat is echt fantastisch, dat moet je echt ervaren. Stop.
Tokio is nog ver, maar Rio 2016 is voor mij nog te vroeg. Zo reëel moet ik zijn. Ik moet de tijd nemen om te ontwikkelen. Ik kies voor een geleidelijke weg met de juiste mensen om me heen in een mooi team. Dat team dat moet nog groeien, net zoals ik. Groeien jullie met me mee?